Hey mensen en welkom bij een nieuwe video hier op Plopsa Updates. Vandaag een heel speciale video, want ik ga namelijk uitleggen hoe je start bij Plopsa Japanen, oftewel gewoon bij de Plopsa groep. Zo, ik hoop nu wel dat je na deze video een beetje weet hoe het is om bij Plopsa te werken. Ik doe nu mijn tweede seizoen bij Plopsa Japanen. En hoe ga je het werk? Hoe ziet je eerste werkdag eruit? En dat kom je allemaal te weten in deze video. Vergeet alvast niet te liken, want het wordt een super toffe video. Als je zin hebt om bij Plopsa te werken, laat zeker een like achter en een reactie waarom jij bij Plopsa bent gaan werken. Maar nu gaan we beginnen. Stap 1. Hoe solliciteer je nu eigenlijk bij Plopsa? Solliciteren kan op twee manieren. Ofwel ga je solliciteren via iemand die al binnen Plopsa werkt. Ofwel ga je naar www.plopsajobs.be en daar vul je alles in om bij Plopsa aan te pannen te werken. Of ja, bij een andere Plopsa, Plopsa in de Hasselt ofzo. Je moet wel minimaal 15 zijn, dan heb je de keuze tussen de afdeling Food and Beverage en Merchandising. Ik had toen voor Merchandising gekozen, omdat ik, ja, daar vond ik meer mijn ding dan bij Food. Nu in seizoen 2018 zit ik bij de afdeling Operations. Maar wat Operations precies is, dan kom je later te weten in deze video. Ik leg elke afdeling dan specifiek uit. Nu je begint met je naam. Dus als je solliciteert via plopsajobs.be, vul je gewoon je naam in, voornaam, achternaam, e-mail, geboortedatum. Laat je al je gegevens achter bij Plopsa en dan ga je in je mailbox een bevestiging krijgen dat je sollicitatie goed is ontvangen bij Plopsa. Dan zit je toch al redelijk vers. Volgens mij dan toch. Want het is, ja, een redelijk lijstje. Na de sollicitatie zal Randstad je bellen binnen de 6-7 dagen. En dan zullen ze je vragen voor welke afdeling je wilt werken en natuurlijk ook waarom je bij Plopsa wilt gaan. Als ze overtuigd zijn van je wil om bij Plopsa aan te gaan werken, of ja, bij de andere Plopsa's. Ik weet niet of dat het bij Plopsa in de Hasselt of Co, of dat het juist hetzelfde is via Randstad. Want Randstad is een Nederlands bedrijf, dus ik weet niet of dat daar ook zo is, maar zwart. Ik vermoed dat dit wel hetzelfde is. Dit is een lange weg voor het solliciteren bij Plopsa. Maar je kan natuurlijk ook aan de slag, als je een medewerker je aanbrengt bij Randstad en die gewoon jouw gegevens doorgeeft aan Randstad. Want dan gaat dit veel sneller, dan bellen ze je dezelfde dag nog of de dag erna. Dan volg je gewoon de rest wat ik daar juist al heb uitgelegd. Dan ga je gewoon, ja, op introductie. Maar ja, stap 2 natuurlijk, daar zijn we nu al, bij de introductiedag. Bij de introductiedag is meestal een woensdagnamiddag rond 2 uur. Dan reis je naar het gekozen Plopsa Park waar je gaat werken. En dan wordt alles uitgelegd over de afdelingen en hoe het park in elkaar zit. Natuurlijk worden de voordelen van het werken bij Plopsa uitgelegd, maar de voordelen bespreek ik op het einde van deze video. Ja, het einde van deze video, ik heb het ietsje vroeger gepland, maar zwart. Uiteindelijk ga je ook op het einde van de introductiedag nog bij Randstad je eerste dag gaan kiezen wanneer je start bij Plopsa. Stap 3 mensen, het gaat snel hoor. Nu we zijn aangekomen bij je eerste werkdag bij Plopsa, ga ik nu uitleggen over Plopsa Japan en Plopsa Aqua, want ik weet totaal niet hoe dat, ja, bij Hasselt, Co, Coevorden, hoe dat het daar in elkaar zit. Dus nu over Plopsa Japan en Plopsa Aqua Japan. Je komt toe bij je park. Plopsa Aqua deelt de personeelsrechter van Plopsa Japan trouwens. Je gaat toe naar de personeelsrechter en je gaat naar Randstad je naambadge, foodcard en opleidingspaspoort gaan halen. Dan ga je je eerste dagcontract ondertekenen. Dit doe je elke keer als je gaat werken. Mag je niet vergeten. Dan ga je naar kledijbeheer. En dan ga je het enige echte Plopsa uniform gaan halen. De rest sta je enkel nog te kijken waar je staat die dag. Welke afdeling je hebt. Trouwens, elke afdeling heeft zijn eigen planning. Kijk zeker op de planning van jouw afdeling. Dat je zegt van, oh nee, ik sta niet op de planning. Kijk zeker op jouw planning. Maar nu komen de leuke dingen natuurlijk, de teamcard voordelen. Maar wat heeft Plopsa nu eigenlijk te bieden met de teamcard? Want ja, dus je denkt gewoon een kaartje. Je hebt onbeperkt toegang tot de 7 Plopsa parken. Met Mayaland Kolan had hij al bijgerekend, zijn het er 7. Dus Plopsa aan de pannen, Plopsa Aqua de pannen, Plopsa in de Hasselt, Plopsa in de Coevorden, Holiday Park, Mayaland Kolan had hij en Plopsa Co. Je hebt ook in elk Plopsa park op een bepaalde plaats korting tot 50% op je eten. Dit is voor de studenten. De seizoensmedewerkers hebben natuurlijk nog veel meer voordelen. Die kunnen bijvoorbeeld naar Walibi België samen met iemand voor niks. Maar nu de afdelingen.
We gaan beginnen bij de eerste afdeling. Ik ga beginnen gewoon bij mijn eigen afdeling, Operations. Waarvoor staat Operations nu eigenlijk? Operations is attractiebediening, parking, schoonmaak. Eigenlijk ja, de wat stoerdere dingen volgens sommigen. Wat ik totaal niet waar vind, want merch en F&B doet evenveel. Zij zorgen ook dat de bezoekers een super toffe dag hebben binnen Plopsa. Average. Dan word je verkoper in een van de themarestaurants of de mobiele verkooppunten. Je takenpakket is een vriendelijk onthaal, vlotte bediening, juiste afrekening van bestellingen, voorbereiden van de maaltijden, afrem en afwas. Food and Beverage heeft ook magazijn, dus het kan ook zijn dat je magazijn hebt. Merchandising is verkoop van de Plopsa artikelen in de winkels, de kassa, aanvullen van themacorners, verkoop van de ballonnen in het park, verkoop van glittersticks in het theater en een handje helpen in het grote centrale magazijn van de merch. Zo, dat zijn eigenlijk de afdelingen. Als je nu natuurlijk zin hebt gekregen om bij Plopsa om te pannen te gaan, twijfel niet. Twijfel gewoon niet. Het is uniek om daar te werken. Ik ga mijn ervaring even delen. Het is uniek om daar te werken. Het is een super toffe sfeer. Collega's, gewoon in het algemeen. Dus als je niet twijfelt, vond je deze video leuk? Laat alvast een like achter. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Ik zie dat veel mensen kijken, maar niet abonneren. Please abonneer. Hoe rapper we bij de 100 zijn, hoe rapper de giveaway er aankomt. Ik ga nu niet zeggen wat de giveaway is, maar er komt één. En natuurlijk is het ook geen Plopsa stijl. Maar dus vergeet alvast niet te abonneren en te liken. En een comment te schrijven waarom jij bij Plopsaland Pannen gaat werken of bij een andere Plopsa. En ik zie je bij een volgende video. Ciao!